Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we som 9 van het hoofdstuk waar we nu zijn, het hoofdstuk 10. En doen we misschien nog een stukje theorie van paragraaf 1, hoofdstuk 10, verdubbelingstijd en halveringstijd. Dus laten we even kijken naar de som. Laat ik eerst het bord pakken van 5 VWO Wiskunde A. Dat had ik nog niet gepakt. Dit is jullie bord. En laten we kijken naar som 9. Nou, bij som 9 staat er. In Nederland neemt het aandeel hernieuwbare energie gestaag toe. In 2015 nam het gebruik van biomassa 3,89% van het totale energieverbruik voor zijn rekening. Dit aandeel neemt jaarlijks met 0,21% punten toe. Dus in 2016 was het aantal 4,10. Aha! Dames. Lineaire groei. Elk jaar komt er 0,21% punt bij. Dus we kunnen een formule maken voor die biomassa. De biomassa, dat begint bij 3,89%. En elk jaar komt daar 0,21% punt bij. En ze zeggen procent punt om duidelijk te maken dat het niet een toename is van 0,21% als in keer 1,0021. Maar ze bedoelen gewoon, ik moet 0,21% bij het percentage tellen wat ik al heb. En als ze dat bedoelen, dan zeggen ze het is een toename van zoveel procent punt. Oké. Dus in 2016 was het aandeel 4,10. Nou, dat klopt. Als je dit optelt, kom je uit op 4,10. Dus dat is even om te bevestigen dat jullie snappen wat procentpunt is. In 2015 was het aandeel zonne-energie 0,25% van het totale energieverbruik. Dit percentage neemt exponentieel toe met 35% per jaar. Dus voor zonne-energie heb ik een beginwaarde van 0,25%. En dat neemt toe met 35% per jaar. Dus de groeifactor die hoort bij 35% toename per jaar is 1,35. En die doe je dan tot de macht T. Elk jaar keer 1,35. Nou, wat zeggen ze dan? Bereken het percentage van het totale energieverbruik dat in 2023 afkomstig is van biomassa en zonne-energie. Nou, deze T die is in beide gevallen in jaren. Met T is 0 in 2015. Nou wil ik naar 2023, dus dan moet ik T is 8 invullen. Dus 2023, dat is T is 8. Dus dan moet je dat gewoon invullen. Dus dan krijg je 3,89% plus 0,21% keer 8 plus 0,25% keer 1,35%. Tot de macht 8. En dat toets je dan in. Dus dat is een beetje saai. Dan krijg je dus. Ik vind het nog een beetje druk, lieve mensen. Kan het even stil zijn? Ook de mensen die gewoon doorpraten graag. Nou. Keer 8. Plus 0,25. Keer 1,35 tot de macht 8. Nou, hoeveel is dat? Merk op, mensen, dat een percentage nooit exponentieel kan stijgen voor lange tijd. Want als iets exponentieel stijgt, dan komt het boven de 100 uit. En dat is in het geval van een percentage een beetje raar. Dus als ik dit goed heb ingetoetst, betekent dat dat ik in 2023 8,3% van het totale energieverbruik uit zonne-energie en biomassa komt. Nou, leuke som. Dan wil ik ook nog even kijken naar verdubbelingstijd en halveringstijd. En dan neem ik even een actueel thema, namelijk inflatie. Door de inflatie, je geld wordt minder waard, hè, om een of andere reden. Dat zoeken de economen maar uit. Op dit kanaal gaan we daar niet een heel verhaal over houden. Laten we zeggen, de waarde van je geld neemt elk jaar met 5% af. Dus waarde, de koopkracht, waarde, geld, neemt jaarlijks met 5% af. Oké, wat is de groeifactor? Als iets afneemt met 5%, dan is de groeifactor 0,95. Ja, leerlingparticipatie, heel goed. Oké,
En het kan, dan kan je afvragen van oké, hoeveel maanden duurt het totdat de waarde van je geld is gehalveerd? Hè? Dat is wel leuk om te weten. Hoeveel maanden duurt het voordat de waarde is gehalveerd? Oké, nou, hoe doe je dat? Nou kijk, 0,95 tot de macht t. En dit was jaarlijks, dit is per jaar, maar dat is niet erg. We rekenen het straks wel om naar maanden. En halveren. Welke goede factor hoort erbij halveren? Waarmee moet je vermenigvuldigen als je iets wil halveren? 0,5. Ja, heel goed. Oké, dus de vergelijking die je wil oplossen is 0,95 tot de macht t is 0,5. Nou, dat kan je op twee manieren doen. Op dit moment kan je het eigenlijk alleen nog zo doen. Dus met 0,95 tot de macht x in je rekenmachine bij i1 en i2 is 0,5 en dan calc intersect. Dus dat ga ik even doen. En dan mag ik eigenlijk straks ook even op een andere manier doen. Dus 0,95 tot de macht x voor i1 en i2 is 0,5. Eventjes een redelijk, nou binnen 10 jaar zal het wel gehalveerd zijn, toch? Of niet? Vast wel. En dan je i, ja dat is dan iets tussen de 1 en de 0, hè, dus een half. Dus laten we gewoon i min 0 zetten en i max 1. Dan krijgen we een mooi grafiekje in beeld. Hier zie je de waardedaling van het geld. En 10 jaar was iets te optimistisch ingeschat van mij, zie je dat? Dus in 10 jaar redt hij het niet. Dus dan moet ik mijn x max nog even wat groter zetten. En dan heb je dat wel. Dus, als jij een inflatie hebt van 5%, dan duurt het, even calc intersect hier, 13,513 jaar. Voordat het de waarde van het geld is gehalveerd. Oké, hoeveel maanden is dat? Nou, dan moet je die x, het antwoord van mijn calc intersect zit hier in de x. Als je dit keer 12 doet, hè, dan kom je uit op 162,16 maanden. Dus ongeveer 162 maanden. Ja, de inflatie blijft natuurlijk niet precies 5% voor 162 maanden, maar het geeft wel een idee. Leuk. En dat werkt voor halveringstijd. Halveringstijd gebruik je als je een procentuele afname hebt. Je kan het ook hebben over verdubbelingstijd. Dus dit hier, dat is de halveringstijd. Hoe lang het duurt voordat iets halveert als het afneemt met 5% per tijdseenheid. Oké. Nou, naast het begrip halveringstijd hebben we ook het begrip verdubbelingstijd. Dat zal ik andersom uitleggen. Hier ben ik begonnen met een verhaal en toen zei ik aan het eind van, oh, dat is de halveringstijd. Nu begin ik met het begrip verdubbelingstijd. Verdubbelingstijd is eigenlijk hetzelfde, maar dat doe je als je een procentuele toename hebt. Bijvoorbeeld, je hebt een aantal konijnen in een bos. Je hebt konijnen. Je hebt, laten we zeggen dat het 100 konijnen zijn. En dat neemt maandelijks toe met 20%. Nou, hoe lang duurt het voordat je konijnenpopulatie is verdubbeld? Dus per maand. Hoe lang duurt het? Dat 200 konijnen zijn. Om 200 konijnen te hebben in het bos. Ja. Oké, nou, hoe doe je dat? Dan zeg je van, nou, ik heb 100 konijnen. Het neemt toe met een groeifactor van 1,2. Hè? Want 20% toename is een groeifactor van 1,2. Ik wil dat het 200 is. Dus wat ik feitelijk moet oplossen. Lieve mensen die in gesprek zijn, graag nog even niet het gesprek voeren. 1,2 tot de macht t moet 2 zijn. En dat los je dan weer op met je grafische rekenmachine. Dus je zegt i1 is 1,2 tot de macht x. i2 is 2. En dan kijken wat er gebeurt. Dus 1,2 tot de macht x. Dit moet 2 zijn. He, die konijnen hebben geen halveringstijd, want dat neemt toe. Dat gaat nooit halveren. Het gaat alleen maar verdubbelen. He. Dus x van 0 tot 20, dat is wel goed. Maar mijn i max moet even wat hoger staan. Anders kan ik de 2 niet zien. Dus hier is die. En dan doe je calc intersect geeft
Nou, x is optie 5. En dan moet je met dat spinnetje ongeveer op het snijpunt staan. Er staan nu maar twee krommen in, hè? I1, I2. Dus dat first curve, second curve, dat doet niet zoveel. En dan kom je uit op 3,8. En dat was in maanden, hè? Dus 3,8 maanden. Oké, okay. Nou was er ook nog een andere manier om deze vergelijking op te lossen. Om op die 3,8 te komen. En dat was met log. Dan deed je 1,2 log 2. En op je rekenmachine doet je dat als volgt in. Je doet log base met als grondtal 1,2 en het getal tussen haakjes is 2 en dan geeft hij ook de 3,8. Maar meneer, mogen we dit dan doen op de toets? Ja, want tegen de tijd dat je de toets krijgt, heb je dat loggedoe ook allemaal gehad. Dat hoort bij dit hoofdstuk. Dus nu heb je het nog niet gehad, nu is het alleen maar een trucje. Maar dit is echt onderdeel van het hoofdstuk, dit gaan we ook straks helemaal leren. Daarom zit het een beetje eng hoofdstuk. Oké, okay. Zijn hier nog vragen over of opmerkingen? Dan stel ik voor dat we nog even afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.